67. Dus hij is die heeft mijn stok waarschijnlijk. Ja, maar dat wordt toch leuk. Ja, dat is maar. Oh, dat is ook iets aan. Oh, dat is net hier, maar ik vind je het bij later, wij geen troon hebben we nog weer opnieuw danswedstrijd. Nou, het bij ook, ja, bij ook, ja. Maar wij het helemaal weer verleerd. En dan moest je voordansen s'avonds. Nee, dat was gekend en dan moest je... We zijn vandaag aan het roggenbinden. En Almelo. Ja, en wij zijn de binders. En zij zijn de maaiers. Ja. De oude mannen maaien en de jonge meiden die binden. Ja, dat is het eigenlijk. Nou, wij doen het al een paar jaar, dus voor ons is het eigenlijk een gewoonte. Ja, we doen het elk jaar in juli, rond de zomertijd, want dan is het, dan moeten is we het weer klaar af. Om eraf te halen. En wij binden het. En Fiep leert het mij altijd. Ja. Dus wat is jouw techniek? Ja, ik doe het al een paar jaar, dus op een gegeven moment heb je er wel een handigheid in. En wat is die handigheid? Schoven. Oh, ja. De garven worden in schoven gezet. Het wordt in schoven gezet. Beetje schuin, dat is niet omvallen, dat gaat niet. Ja. Wat is een garf en wat is een school? Ja, garf, dus die bind je eerst en dan als je een garf hebt, dan zet je het ook een 5 bij elkaar of 3. En dan zet je ze in schoven. In Holland zeggen ze hokken. Zet je ze in hokken. Kunnen ze drogen? Nou, dan gaan ze op de kar. Ja. En dan weer het jullie het weer. Het mooiste is een paar boerinnen erbovenop, die het een beetje vasthouden zodat het mooi blijft liggen. Dat is altijd wel leuk. En dan gaan we dat een keer dorsten later. Als het een mooi reep is in de wintertijd, wordt vaak gedorst. Dat doen wij met de stok. Met stokken, ja. Met vlegels. Ja, wedstrijden. Ja. Ja, ik weet het wel. De mannen een paar keer. Een vlegel is een rechte stok met een ketting en een heel kort kluppeltje. En die kunnen een heel hoog tempo. De ergste hebben die voordeel. In Gelderland doen ze dat op sommige plaatsen, in Groningen. En dan kun je heel snel klets slaan. En wij moeten echt die stok helemaal naar boven. En dus dan maak je meer tempo met die vlegel. Maar hier is Twente is stokken. Ja. Walsritme. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.